Slechts 2 punten voor VVV in de laatste 5 wedstrijden. Het is bezig aan de slechtste serie van het seizoen. En er komt Jong Ajax op bezoek met een kans voor spits Christian Rasmussen. Die zijn contract afgelopen week verlengde bij Ajax tot de zomer van 2027. In de tweede helft komt de wedstrijd pas los. Dit is een mogelijkheid voor de jonge Belg Mika Gods. Hij kan de score openen voor de ploeg van Dave Vos. Maar schiet dus net naast. En dan VVV. De bal op de billen bij Braken. Dit is Smans. En die krijgt de bal uiteindelijk vrij. Maar de redding is knap van Tom de Graaf. Beste kans voor VVV tot dusver. En opnieuw de thuisploeg. De formatie van Rick Kruis met de redding van Tom de Graaf. Nu op de inzet van Robin Lathouwers. De rechtsback van VVV die mee opkwam. Het lijkt hier wachten op de openingstreffer voor VVV. Kopkans was er voor Ketting. En uiteindelijk nog dit schot dat naast gaat. VVV, ondanks de veel mindere resultaten, wel op koers voor de play-offs. We zien Venema, hij is in de ploeg gekomen bij VVV. Hier gaat de bal op de paal via verdediger Aartsen. En ook Rasmussen is daar nog erg dichtbij. Bijna de voorsprong voor Jong Ajax, dat afgelopen maandag nog verloor van Jong FC Utrecht. Jong Ajax zonder de geschorsten Silvano Vos en aanvaller Banel Rasmussen van dichtbij dus. Dan Marta in een fase waarin Jong Ajax sterker wordt en heel dichtbij een doelpunt is. Stanis Muzambo heeft hem hier voor het inschieten. Niet helemaal tevreden over de voorzet is hij. Maar toch, het scheelt bijzonder weinig. Opnieuw Marta. 82e minuut gaat het strafschopgebied in. Komt dan Braken tegen. Die maakt zich wat breed en de bal gaat op de stip. Zwaar bestraft door scheidsrechter Jesse Roosendal. Braken is furieus. En Jong Ajax krijgt dus een penalty. In de slotfase van de wedstrijd. Heel veel is er niet aan de hand. Dan de penalty benut door Linsson. En 0-1. 8e doelpunt van het seizoen voor Christian Linsson. Al gaat Ennio van der Gouw wel naar de goede hoek. Hier is de keeper van VVV, van der Gouw, mee naar voren. Als VVV nog iets probeert te forceren, gaat Godsen met de bal vandoor. Is het doel leeg? Heeft die Belg hem voor het inschieten, maar begint zijn weekend niet al te best. Want laat hij een reuze kans liggen. En dan blijft het dus nog even spannend in de extra tijd. En valt de bal uiteindelijk nog een keer als er veel paniek is achterin bij Jong Ajax. En dan valt de bal dus voor de voeten van Braken. Braken! Maar hij gaat er niet in. Jong Ajax wint met 1-0 in de koel.